Het onderwerp van dit seizoen is geweest geloofsrust in onrust. Geloofsrust in onrust. En God wil jou ook daarmee gebruiken om een verschil te maken. Weet je dat als jij in de rust van God kan leven, je opvalt? Weet je dat als je in hele moeilijke omstandigheden bent en je kan in de rust van God leven, dat mensen dat merken bij jou? En dus God heeft je geloof nodig in deze wereld, dat jij laat zien dat geloof een ongelooflijke rust in je leven brengt als je leert wandelen met God. Eigenlijk hoeft geen ene christen in de onrust te leven. En geen ene christen hoeft zich te laten kwellen door allerlei omstandigheden. Maar je moet de sleutel vinden. En vanavond wil ik je een paar sleutels geven hoe in de rust van God te leven te midden van heel wat onrust. Ik heb een paar maanden geleden ook al wat ervan verteld. Maar vanavond wil ik je een paar krachtige sleutels geven. Ik hou van sleutels. Sleutels zijn belangrijk. Sleutels moet je leren gebruiken. En Gods sleutels werken altijd. Als ik de Bijbel bestudeer, dan kijk ik analytisch naar dingen. Dan kijk ik naar al de mensen die de sleutels van God gebruikt hebben. En ik zie hoe krachtig het voor ze gewerkt heeft. Dan moet het voor mij ook werken. Want God is geen aannemer van een persoon. Dus heb geloof in de sleutels die ik je vanavond wil geven. Nou, we leven in een onrustige wereld. Nou, dat is op alle fronten te zien, op alle gebieden te zien. En heel wat mensen breken. En ik snap het. Er komt zoveel druk op mensen dat ze breken. Ik zei tegen mevrouw, ik begrijp dat mensen in problemen komen. Ik begrijp dat mensen het niet halen. Er is zoveel druk. Ook mensen die rustig rondlopen. En het lijkt alsof ze het op een rijtje hebben. Als je binnen in hun hart kon kijken. En als ze zich gaan openen, dan zie je soms een heel ander soort leven. Want aan de buitenkant kan je niet altijd zien wat er aan de binnenkant is. Laat je daardoor nooit pakken. Wat aan de buitenkant is, zegt niet altijd wat aan de binnenkant is. Ja. Ja, je kan iemand vragen, hoe gaat het? Ja, goed, 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 goed. En dat ze lachen. En als je zegt, gaat het echt goed? Dat in één keer tranen in de ogen springen. En zeggen, nee, eigenlijk gaat het niet goed. Dus er is zoveel druk in dit leven. Er is druk op alleengaande. Er is druk op getrouwde mensen. Er is druk op studenten. Er is druk op gepensioneerde mensen. Er is druk op gezinnen. Er is druk op alle fronten, op alle gebieden. En jij als gelovige, je hebt goud van God gekregen om met druk om te kunnen gaan en om in de rust van God te blijven. Amen. Is zo mooi als je dat doorhebt. Dat brengt je in een totaal ander soort leven. En wat ik vanavond hier zeg is geen theorie. Is echt praktijk. Je kan het ervaren. Je kan het beleven. Ja, we hadden vanmiddag een huwelijkseenzegening hier van twee jonge mensen. En ik vertelde ze, ik zeg, dit is niet een religieus gebeuren. Want sommige mensen vinden het mooi om in een kerk te trouwen. Anderen vinden het mooi om in Venetië te trouwen. Alleen je komt terug, hè. Je blijft niet in Venetië. En ook als je in Venetië blijft, ga je ontdekken dat er toch dingen zijn waar je hard aan moet werken. En anderen vinden het fijn op Hawaii te trouwen, al die allemaal prima. Maar ik zou je vertellen, om als een getrouwd mens gelukkig te kunnen leven, heb je God nodig. En ik ga je wat vertellen vanavond en misschien helpt het je. Ik heb twee wetten ontdekt. De eerste is de wet van verliefdheid. Nou, de wet van verliefdheid legt druk op jouw wil. De wet van verliefdheid legt druk op jouw wil. Je ziet iemand, wow, wat een mooie ogen zeg. Oh, 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 oh. Wat een mooi haar, wat een mooi lijf, wat een mooi dit. Verliefdheid legt druk op jou. In één keer wil je achter iemand en je wil iemand hebben. Je kan bijna niet meer slapen, je eet bijna niet meer. Vlinders komen in je buik, omdat er druk op je wil en op je emoties gelegd wordt.
Maar de wet van liefde is een heel ander verhaal. De wet van liefde, daar legt de wil druk op dingen die niet willen. Hoeveel begrijpen dit? De wet van liefde is heel anders dan de wet van verliefdheid. De wet van verliefdheid, er komt druk op je. Oh, hij is leuk. Oh, ze is geweldig. Oh, waar kan ik haar vinden? En zie je, het legt druk op je. Maar de wet van liefde is precies omgekeerd. Dan ga jij druk leggen op dingen om je heen, omdat je de weg van God wil gaan. Dingen zijn tegen, maar je gelooft God gaat het ten goede keren. Je bent in een huwelijk, er zijn problemen, er zijn moeilijkheden. Je bent in een relatie, het is niet makkelijk. En dan leg jij druk, omdat je de wil van God kent. Het zijn mooie dingen. Als je eenmaal weet hoe dingen werken bij de Heer, kan niks je tegenhouden. Is toch mooi om een leven te hebben waar niks je kan tegenhouden? Ik ga het nog een keer zeggen. Is toch mooi om een leven te hebben waar niks je kan tegenhouden? De Heer zegt tegen Jozua, hij zegt, niemand zal voor je stand houden. Wow! Dat zegt niet een mens, God zegt dat tegen een mens. Niemand zal voor jou kunnen stand houden. Nou, in het natuurlijke kan niemand dat zeggen. Om in het natuurlijke te zeggen, niemand kan voor me stand houden, joh. Dit leven laat zien dat het anders is. Maar als God zegt, niemand zal voor je stand houden, en je leert met de Heer te wandelen, dan kom je in de geloofsrust van God. En de Bijbel praat ook over de geloofsrust bij Jozua. Je komt in de rust omdat je weet, hij heeft tot me gesproken. Als ik naar hem luister, is hij verantwoordelijk om waar te maken in mijn leven wat hij gezegd heeft. Kunnen we God glorie hiervoor geven? Dat is mooi, hè? Ja. Ik ben in de geloofsrust met de hele grote bediening die God ons gegeven heeft. Ben ik in de geloofsrust? Want hij heeft me gezegd, wees niet bezorgd om niks. Hij heeft dat gezegd, hè? Hij zegt, wees niet bezorgd om niks. Wat er ook is, ik ga je helpen. En ik zie al die jaren dat hij woord houdt. Dus wat ik kan ervan getuigen, dat God woord houdt. We zijn door heel wat toestanden en problemen ingegaan, maar elke keer komt weer met een oplossing. Elke keer verandert hij dingen. Als je achter het schaakbord zit en het lijkt alsof je aan het verliezen bent, in één keer keert de Heer het bord om. Het bord om. Zo gaat het bij God. Want hij is een groot en almachtig God. Hij heeft al velen geholpen door de eeuwen heen en hij kan ook jou helpen. Maar je moet leren luisteren naar hem. Luisteren is zo belangrijk, man. Als je leert luisteren. Dit is zo belangrijk als je kan luisteren. En heel wat mensen luisteren niet goed. Dus dan ga je problemen kijken. Maar als je goed leert luisteren naar de Heer, ben je unbeatable. Undefeatable. Waarom? God is onverslaanbaar. Je zit in een onoverwinnelijk team. Nu, geloofsrust in een onrustige wereld. God wil jou en jou en jou. En met God bedoel ik de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ze willen jou gebruiken om een verschil te maken. Ja, let op. Eigenlijk kan geloof alleen in samenwerking met de Heilige Geest. Je moet goed begrijpen dat dit is onderwijs wat ik je geef. Eigenlijk zit je hier op universiteit vanavond, hè? Geloof is een gave die God je geeft. En tegelijkertijd heb je God nodig om die gave te gebruiken. Dus geloof is niet iets wat je lukraak maar doet. Geloof is iets wat je met de Heer doet. Daarom zegt de Bijbel, je bent in Christus. Je bent niet jezelf en op jezelf, je bent met hem. En God heeft mijn ogen voor deze dingen geopend. De grootste geloofsheld die op planeet aarde heeft rondgelopen, was Jezus Christus. De grootste geloofsheld die op aarde heeft rondgelopen, was Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Maar zijn geloof was in nauwe samenwerking met de Heilige Geest en met de Hemelse Vader. Want hij zegt, ik doe alleen wat ik u zie doen. En ik zeg alleen
wat u tot mij zegt. Dat laat zien dat zijn geloof connected was aan de Heilige Geest en aan de Vader. En daarom is het zo belangrijk voor jullie als jonge mensen om Gods orde te begrijpen en Gods orde te volgen. Geloof is niet iets wat je zomaar doet. Geloof is iets wat je doet in een team. Geloof doe je in een team. Zie je, eigenlijk je maakt deel uit van een samenleving. Iedereen zit in een samenleving. Of je moet helemaal alleen verdwijnen in een bos, dan nog zit je in een samenleving. Maar eigenlijk zit God ook in een samenleving. En als christen zit je in een samenleving met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en met je medegelovigen. Het is een samenleving. Dus je moet leren om met hem om te gaan. Je moet leren om de sleutels te ontdekken, de sleutels te begrijpen. Dan ben je succes. Dat ik geen chirurg ben geworden, is niet omdat ik gedacht heb, ik ga het evangelie in om fulltime te werken. Nee, God heeft me geroepen. God heeft me geroepen. En dan denk ik, oké, ik ga doen wat hij wil. Dan ben je daar een succes. Want geloof werkt op de weg van God. Als je eigen weg gaat, geloof me, je komt een heel eind, maar je blijft steken. Maar als je met de Heer gaat, sky is the limit. Hoeveel willen met Jezus gaan? En nou, dat is een keuze die je maakt. En laat je niet belazeren door opstandige gelovigen. Yo, je hoeft niet naar hem te luisteren. Yo, je hoeft dat niet te doen, want zulke gelovigen lopen ook rond. Je moet zeggen, hey, ik wil de orde van God volgen. Ik wil de dingen doen zoals God wil dat ik het doe. En weet je wat daarmee gepaard gaat? Overgave. De wil van een ander doen kan alleen als jij je overgeeft. Iemand heeft gezegd, met onwillige hond is het kwaad hazen vangen. Als je niet wil, houd iets op. Eigenlijk om God te dienen succesvol, kan alleen als jij jouw wil aan de kant wil schuiven, omdat je ontdekt hebt dat zijn wil beter is als jouw wil. Amen. Mooi is dat, hè? Mooi is dat. Je moet gaan ontdekken dat Gods wil veel beter is als jouw wil. En je moet vrijwillig daarvoor kiezen, dan kom je tot de ontdekking dat het werkt. En mensen die niet geloven, die kijken je aan en ze denken, wat klets je. Maar niemand kan meer vreugde hebben als een gelovige die met de Heilige Geest wandelt. Nou, als je dit aan iemand zegt die met allerlei andere dingen bezig is, dan kijken ze je aan en ze denken, dat denk jij. Maar wat ze vergeten is, dat als je gered bent, ben je daar geweest. Ik ben geweest waar mensen zijn die God niet dienen. Ja, ik heb het ook gedaan. Ik heb al die dingen gedaan. Ik weet de vreugde die daar is. Ik weet het. Maar degenen die daar zijn, met alle vreugde die ze hebben, weten niet wat aan deze kant is van vreugde, omdat ze de Heer nog niet in hun hart hebben. Oh, je hoort het niet, je hoort het niet. Ik hoop dat je dit begrijpt. Ik weet wat iemand ervaart die God niet dient. Ik ken die vreugde, ken ik. Ik ken het. Studeren, goede vrienden, goede muziek, al die dingen, toestanden, gek doen, sport, noem maar op. Ik weet het. Het kan heel fijn zijn. Heel fijn zijn. Maar ik ben overgestapt naar een kant waar de geloofsrust is. Waar de Heilige Geest is en ik kan oordelen. Ik kan oordelen wat daar is en wat hier is. Kijk, als jij nooit in een bepaald, lijkt het nog anders zeggen, als je nooit in Suriname bent geweest en je hebt daar niet geleefd, kan je niet veel erover zeggen. Je kan gaan googlen, je kan mooie foto's bekijken, plaatjes, films bekijken, maar daar wonen en leven is toch anders. Nu, ik kan het verschil vertellen van daar leven en hier leven, omdat ik aan beide plekken heb geleefd. En zo is het ook met christen zijn. Je weet wat daar is en je weet wat hier is. En als je leert wandelen met de Heilige Geest,
kom je steeds weer erachter hoeveel beter dit is als dat. Kan ik een goeie amen horen, mensen? Wauw. Wauw. Ik vind dit zo mooi. Ik vind het ook prachtig, hè? De mensen die ik zag, die christenen waren en ze spraken alsof Jezus hun vriend was. En hij deed wonderen voor ze. En ik stond daar te kijken, blanco, ik wist niks, niente. Ik denk, wat is dit? Hoe kan dit? Ik dacht aan mijn sport, ik dacht aan mijn studie, ik dacht aan vrienden, ik dacht aan vriendinnen, ik dacht aan dit en dat. Ik denk, maar deze mensen hebben iets los van al die dingen. Dus ik vroeg ze, zeg, waarom hebben jullie het en ik niet? En ze gaven een student het beste antwoord wat ze konden geven. Want als ze gezegd hadden, je moet veel naar de kerk komen, had hij gedacht, ja, je wil meer kerk hebben. Als ze gezegd hadden, je moet nog veel meer de Bijbel gaan lezen, had hij gedacht van, ja joh, jij gaat niet bepalen hoeveel Bijbel ik lees. Dus ze gingen wijs in op mijn vraag. Ze zeiden, vraag het aan de Heer. Ze zeiden niet, vraag het aan de paus. Ze zeiden niet, vraag het aan de bisschop. Ze zeiden niet, vraag het aan de voorganger. Ze zeiden, vraag het aan de Heer. Ik denk, wat? Dit is geen manipulatie, man. Ik moet het aan de Heer vragen. En ik ben het aan de Heer gaan vragen. En dat heeft me losgemaakt van religie. Want ik ben met de Heer in contact gekomen. En wat een leven is dat. Hoeveel hier zijn blij dat je Jezus kent? Wauw. Heerlijk, toch? Wauw. En misschien zit je te luisteren en je denkt, dit wil ik. Wel, zo meteen krijg je de gelegenheid om die keus te maken. En je zal zien wat het in je leven gaat doen. Dit is geen geklets. Iemand vroeg me, wat voor een gemeente zijn jullie? Ik zeg, wij zijn geestvervulde mensen die met God wandelen. Ja, want daar draait het om. En soms willen mensen je pakken in, hervormd, gereformeerd, al die afdelingen die er zijn. Ik zeg, joh, het gaat niet om die afdelingen, het gaat om je relatie met de Heer Jezus en met de Heilige Geest. En dan maakt het niet uit of je nou in die kerk zit of in die kerk. Als je hem hebt gevonden, heb je het leven gevonden. Woe! En die Heer zegt, je kan in mijn rust leven. Je kan in mijn rust leven. Nu, geloofsrust in 2024. Hoeveel geloof in de rust van God in 2024? In jouw situatie, in jouw omstandigheden. Terwijl het om je heen stormt als een gek. Terwijl het om je heen heel heftig is. Kan jij in de rust van God leven? En we hebben hier, het is gekomen. Dit is niet iets wat Edgar Holder heeft verzonnen. Dit is iets wat God almachtig met een visioen gezegd heeft. Ik sta nog steeds verbaasd iedere keer dat zo'n groot en almachtig God met mensen wil communiceren, wil praten. En we hebben het bewijs in ons midden. We hebben gezien vanaf dit gekomen is in ons midden. Hoeveel mensen hun hart regelmatig aan de Heer geven. Mensen laten zich dopen. Het is het begin wat alleen maar sterker wordt. God begint erger en die scholven, het water dat blijft in beweging. En het neemt dingen in bezit. Dus wat er gaande is in ons midden is niet iets van een event eventjes. Het is een actie van God, wat alleen maar sterker wordt. Als jij leert geloven. En ik ben zo blij dat ik een sprekende God en een levende God dien, man. Het is hier. Jij moet geloven, er is iets in jouw leven wat jou kan helpen om een verschil te maken. Is niet door jouw kracht, is niet door jouw inspiratie, het is door de Geest van God. Je hebt goud in de hand met de Heilige Geest. Wil je buurman zeggen, als je de Heilige Geest hebt, heb je goud in de hand. Om in dit leven krachtig te staan. Wauw. Nou, wie is het die het zegt? Ik verbaas me over de grootheid van God. Hè? Hij heeft mensen gemaakt. Hij heeft de natuur gemaakt. Hij heeft dieren gemaakt. Het heelal, weet je dat je in het heelal zweeft? Wij zeggen, ik ben op aarde, maar je zweeft in het heelal.
Je zweeft in het heelal. En de zwaartekracht houdt je vast. Ik vraag me af welke evolutie dat gemaakt heeft. Dat laat me lachen. Wie heeft dat georganiseerd? En die wereld waarop je bent, hij roteerde. Hij draait om zijn eigen as en hij maakt nog een... Dus terwijl je denkt dat je stil zit. Maar je bent in beweging. Wat een God dienen wij. Weet je dat deze katheder in beweging is? Je zegt, nee, ja, dit is gewoon materiaal. De moleculen gaan tekeer als zo gek. Like crazy. Zijn moleculen, maar ze zijn in beweging. Weet je dat jouw hele leven, hele lichaam in beweging is op dit moment? Je zit stil, maar het bloed stroomt, zuurstof komt erbij. Ik bedoel, jongen, dat is niet het werk van evolutie. Dat is het werk van een grote schepper. Zijn naam is Jezus, halleluja. En als hij zo groot is, kan hij jou rust geven in de meest moeilijke omstandigheden. En is hij in staat je te helpen als jij hem durft te geloven. Ik ben blij dat ik ben uitgestapt om God te geloven. En ik ben blij dat hij me regelmatig heeft uitgedaagd om onmogelijke dingen te doen. De dingen die God mij gezegd heeft om te doen door de jaren heen. Man. Je hersenen kraakten aan alle kanten. Maar omdat je wist dat hij het was, ging je erachterheen. En ik heb God in actie gezien. En we zien hem nog steeds in actie. En dat geldt voor jou. Je moet begrijpen dat de God die je dient, hij is eigenlijk geen mens. Jezus is mens, maar God is geest. En Jezus is ook... God heeft een verheerlijk lichaam. Jezus is absoluut God. Je hebt God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En hij is geen klein wezen. En laat je dit zeggen vanavond, je hoort respect voor hem te hebben. Soms zie je christenen met God omgaan alsof je een kleine jongen is. Waar ben je mee bezig? Je hoort respect voor hem te hebben. Ja. Hij is zo groot, man. Je hebt al respect voor een politieagent. Je hebt respect voor een... Neem ik aan. Je hebt respect voor... Je hebt respect voor een notaris. Respect voor een arts. Wat kunnen mensen respect voor een arts en een chirurg hebben? En ik snap het, want die mensen hebben hard geleerd om te doen wat ze doen. Maar wat aangaande God die het allemaal gemaakt heeft? Ik heb diep respect voor de Heer. Diep respect voor de Heer. Ik praat ook niet met hem Jezus. Ik bid in de naam van Jezus. Maar als ik met hem praat, is het Heer. Hij is mijn Heer. Wauw. Je hoort respect voor hem te hebben. En met God moet je niet spelen. Je kan beter hem met rust laten en je eigen ding doen, als dat je speelt en hem wil belazeren. Dat gaat niet werken voor je. Iemand heeft een keer gezegd, met de Heer is het slecht kersen eten met de Heer. Zie je, als je God respecteert, gaat hij je ook respecteren. Als je niks met hem van doen wil hebben, ergens respecteer je hem ook. Maar je kan niet zeggen, ik ben een christen en je neemt God niet serieus. Maak je een fout, man. Maak je een grote fout. Leer hem te respecteren. Hij zegt, wie mij eert, zal ik eren. Wie mij eert, zal ik eren. Ik speel geen spelletjes met de Heer. Ik hou van hem. Ik kan lachen met hem, want de Heer heeft vreugde hoor. De Heer heeft hartstikke veel vreugde en heeft humor. Als ik de Bijbel lees, denk ik wel eens dat een humor heeft hij zelf. Maar ik respecteer hem. Hij heeft me gemaakt, man. Hij heeft me gemaakt. Wauw. Oké. Geloofsrust in een onrustige wereld. Kijk uit het raam. Kijk om je heen. Zie de grootheid van jouw God gemanifesteerd om je heen. Ik zie God overal om me heen. De uitwerking van God. Zie de grootheid van de Heilige Geest in je persoonlijk leven. Kijk naar je persoonlijk leven, hoe je gered bent geworden. Zijn tegenwoordigheid die je ervaart. Kijk naar al de dingen die hij doet in je leven. Je kan God in je leven zien. Als ik naar mijn leven kijk, zie ik God, man. Constant. God. Ik kan het niet ontkennen.
Dank God voor al de voorbeelden in de Bijbel, maar ik kan nu ook naar mijn eigen leven kijken en zeggen, wat een Heer dien ik. En hij wil je vriend zijn. Luister nou goed. Creëer rust in je leven door je geloof in de Heilige Geest. Zorg ervoor dat er rust in je leven komt door je geloof en wandel met de Heilige Geest. Daar moet jij voor zorgen. Hij geeft het, maar jij hebt sleutels gekregen om het aanwezig te laten zijn in je leven en werkzaam te laten zijn. Hoor goed wat ik je zeg. Creëer rust in je leven. Ik weet niet wat je onrustig maakt vanavond. Heel wat dingen kunnen je onrustig maken. En dat begrijp ik, want dit leven is niet simpel. Heel wat dingen kunnen je onrustig maken. Maar als jij de sleutels van God leert gebruiken, kan jij zelf rust creëren in je leven. Want je geeft God de kans om met zijn rust in je leven te komen. Hoeveel kunnen amen hierop zeggen? Wat het ook is. God is een God van geloof. Wil je buurman zeggen, God is een God van geloof? Of buurvrouw. Nog een keer, God is een God van geloof. Wil je naar je buurman of buurvrouw kijken en zeggen, hij is altijd in de rust. Wil je het nog een keer zeggen, hij is altijd in de rust. Hoe moeilijk het ook is. Hoe lastig het ook is. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn altijd in de rust. En luister, weet je, Jezus Christus was altijd in de rust. Hoe lastig het om hem heen ook was, hij was in de rust. En je kan het lezen in de Bijbel. In Matthäus 11, vers 28, herziene Statenvertaling zegt, kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. Dat is, wat een uitspraak zeg. Hij zegt, kom naar mij toe. Allen die problemen hebben, het leven is moeilijk, het is lastig. Hij zegt, ik zal je rust geven. Dus hier praat een man die groter is als alle problemen. Ik zal je rust geven, zegt hij. In Johannes 14 zegt hij, mijn vrede geef ik je, mijn vrede laat ik je. En let op, de grondtekst zegt eigenlijk, of lijkt het nog aan te zeggen, de Amplified Bible zegt, sta niet toe dat je in onrust komt. Wauw! En we hebben dit nodig in de tijd waarin we leven. En ook om een verschil te maken voor Jezus, moet je dit leven gaan laten zien. En je kan het laten zien als je dit begrijpt. De Amplified Bijbel zegt, sta niet toe dat je onrustig wordt, dat je niet kan slapen, al die dingen. Hey, als God tegen jou zegt, vrees niet, is geen klein wezen die dat zegt. Als God tegen jou zegt, vrees niet, wil dat niet zeggen dat er geen problemen zijn. Maar hij zegt, eigenlijk zegt hij tegen jou, ik kan je helpen. Is dat niet mooi? Ik kan je helpen. En vrees is bedoeld om je te verlammen. Vrees is bedoeld om je depressief te maken. Vrees is bedoeld om je hopeloos te maken. En de duivel weet de meest negatieve scenario's te schilderen in je hoofd. Om je maar bang te maken. Daarom moet jij leren om met de Heilige Geest te wandelen, zodat hij Gods scenario kan schilderen in je hoofd. Iedereen die wil gaan geloven, komt op dit punt dat er een vijand is die negatieve dingen wil laten zien. En jij moet leren om met de Heilige Geest te wandelen, die je Gods kant van het verhaal laat zien. Dus jij bent de sleutel. En als je niks doet, zit je hier met onrust de hele tijd. Weet je hoeveel mensen met mentale problemen zitten? Weet je hoeveel mensen angstig en bevreesd rondlopen? Als ik maar geen kanker krijg. Als ik maar niet ga dementeren. Als ik maar niet een tumor in mijn hoofd heb. Als ik maar niet een tumor daar heb. Als ik maar niet... Vrees, angst. Het verlamt. God heeft ons nooit geroepen om dat leven zo te leven. De Heer heeft je nooit geroepen om zo te leven. Nooit. Nooit. Want Jezus zegt, kom tot mij. Ik zal je rust geven. Dus je moet leren je geloof te activeren. Nou ga ik je de sleutel geven, afronden. Alles wat ik gezegd heb, heb ik gezegd om je nou dit te laten zien. Hoe heeft God het gedaan? De Bijbel zegt ons,
in Genesis 1 dat God chaos zag. Dit is zo mooi. Nou moet je opletten hoor. Ik bedoel, ik weet niet of je extra eten thuis hebt gereserveerd. Dat je denkt, jee, straks heb ik die nasi nog. Vergeet die nasi even nog. Vergeet die nasi, want dit is groter dan die nasi. Nu, hoe heeft God het gedaan? Want ik ga je een sleutel nou geven wat voor jou gaat werken. Het werkt voor mij. En het werkt voor velen. Het gaat je helpen. Nou, God zag chaos in Genesis 1. God zag duisternis in Genesis 1. En God was er niet blij mee. En God heeft een principe daar neergelegd om dingen te veranderen. Want wat doet hij? Hij begint te geloven dat het ding gaat veranderen. Oh Jezus. Dit is mooi hè. Hij begint te geloven dat het ding gaat veranderen. Want God is een God van geloof. Hij keek, hij zag duisternis. En zijn geloof werd geprikkeld. Weet je, als ik zieke mensen zie, prikkelt het mij. Dat ik denk, ik wil voor je bidden om gezond te worden. Zie je? Dat is iets van de geest van God, wat je in actie wil brengen tegen iets wat niet hoort. Als ik zieke mensen zie, in een rolstoel, al die toestanden, ik heb bewogenheid. En van binnen verlang ik, Heer, hoe kan ik met hem bidden? Het is God die drijft daar zet, omdat ik weet dat het niet Gods wil is dat mensen zo leven. Als ik mensen zie die ongelukkig zijn, mensen die het niet meer op een rijtje kunnen zetten in hun hoofd, prikkelt iets mij om te willen helpen, omdat ik weet, dit is niet Gods wil voor jou. God heeft een ander leven voor je bestemd. En God, maar datzelfde zit in God. Als God naar deze wereld kijkt, toen hij naar deze wereld keek, hoe verloren die wereld was, prikkelde het hem. Dit moet veranderen. En hij heeft Jezus gestuurd. Hij heeft van binnen geprikkeld. Dit kan niet, dit hoort niet. Dat mensen kapot gaan. Dat mensen verloren gaan. En hij heeft alles gedaan om Jezus op aarde te krijgen om onszelf. En in Genesis 1 ziet God chaos. En iets prikkelt hem van binnen. En zijn geloof begint te werken. Hij heeft zoiets van, dit gaat niet zo blijven. Wauw. Dit gaat zo niet blijven. Want zo hoort het niet. Waarom? Omdat God licht is. God is licht en hij ziet duisternis en iets prikkelt hem. Hij denkt, dit hoort niet. Dit moet veranderen. Is wel interessant om op te merken, want we praten over geloofsrust in een onrustige wereld. Is interessant om te merken dat hoewel God licht is, de dingen niet zomaar veranderen. Hoewel God almachtig is, veranderen de dingen niet zomaar. Hoewel God de schepper is van hemel en aarde, zit duisternis daar hem aan te kijken van ik ben de baas. En dat hij denkt, dat denk jij. Ik ben de baas. En zijn geloof begint, is stirred up, zeg je in het Engels. Zijn geloof begint te werken. En wat doet God? God gaat praten. Kan ik aan mijn horen? God gaat praten. Hij praat tot de duisternis. Hij zegt, daar zij licht. Hij praat. Dus hij gelooft. Hij praat. Hij activeert zijn geloof. En uit het in praten. En hij ziet de dingen veranderen. Want alles is heel anders geworden doordat hij zijn geloof heeft geactiveerd. Hij is gaan praten en hij heeft geloofd het gebeurt. Hier zit een principe in voor mij. Want we zitten ook in een wereld met heel wat chaos. En die chaos wil in jouw leven komen. Hoor je wat ik zeg? Ik zit in een wereld met heel wat chaos. Het is daar buiten, maar het probeert binnen te komen. En dat noemen wij onrust. Allerlei toestanden in deze wereld proberen bij jou binnen te komen. De hele dag klopt het aan je hart. En het klopt aan je hoofd. Wil binnenkomen. Vrees voor dit, vrees voor dat. Noem maar op. Hopeloosheid, al die toestanden. En jij moet begrijpen dat hetzelfde principe wat God gebruikt heeft om chaos te veranderen, datzelfde principe werkt om rust te brengen.
Wow! 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 Datzelfde principe wat God gebruikt heeft om chaos te veranderen, datzelfde principe is toepasbaar als onrust wil binnenkomen om rust binnen te brengen en vast te houden. Wauw! En hoe weten we dat? Je zal toch moeten leren om te spreken overeenkomstig het plan van God met jouw leven. Je moet leren om te praten overeenkomstig het licht. Want wat deed God bij de duisternis? Hij zei, daar is hij licht. Hij kwam met zijn plan. Zijn plan was geen duisternis, zijn plan was licht. Maar Gods plan met jouw leven is ook licht. Gods plan met jouw leven is licht. Hij heeft een mooi plan met je leven. Maar dat gaat pas veranderen als jij ook durft te spreken tegen dingen die binnen willen komen, die niet horen in het plan van God. Van jij hoort hier niet thuis. Wat doe je met de mug in je kamer? Wat doe je met de mug in je kamer? Als jij niet de juiste dingen doet, blijft hij de hele nacht daar. En hij drinkt lekker je bloed op. Ja. En als je zomaar het licht aan doet, heeft hij het ook door. Psh, hij zit in de hoek waar je hem helemaal niet meer kan vinden. En je kijkt en denkt, waar is dat muggie gebleven? En je gaat liggen en het lijkt stil. En over een paar minuten... Herken je dat? En je zal toch de goede dingen moeten doen om meneer de mug uit te schakelen. Anders blijft hij in je kamer. Nu, dus dit laat zien dat jij de verantwoordelijkheid draagt. We leven in een tijd met heel wat slakken. Vanmorgen keek ik in de tuin. Ik denk, jee, wat een slakken zeg. Het lijkt wel een slakkenfeest hier, man. Eén klimt tegen de muur, de ander zit in een plant. Ik denk, weet je wat, ik ga mijn deur dicht houden. Want ik heb geen zin in slakken in huis. Dus je moet het goed... En een paar heb ik opgeschept ook nog. Ik heb ze niet gedood. Ik heb ze opgeschept en ergens in de struiken gegooid. Want ik denk, ik wil toch een beetje plezier hebben hier. Nou, dit laat zien dat dingen niet zomaar veranderen. Als jij niks doet, gebeurt er niks. En jij moet gaan leren praten als God. Want in Efeze 5 vers 1 staat dat wij navolgers van God moeten zijn. En hoe creëer je rust in je leven? Ik geef je nou echt de sleutel. Je creëert rust in je leven niet om te schreeuwen de hele tijd. Heer, geef me rust. Weet je wat hij zal zeggen? Ik heb het je gegeven. Als jij zegt, Heer, geef me rust, zegt hij, ik heb het je gegeven. Het zit binnenin je. Lees Johannes 14, vers 27. Hij zal zeggen, doe de goede dingen. God kan niet meer rust geven als dat hij gegeven heeft. Jij zal moeten leren om de route te gaan om die rust te activeren in je leven. En die route is dat je weet dat God een mooi plan met je leven heeft. Hoeveel hier weten dat God geen verkeerd plan met je leven heeft, maar een mooi plan? Ik kan het je snel laten zien, afrondend. Jezus zegt, bid dat de wil van God in jouw leven zal geschieden, hier op aarde, zoals het in de hemel is. Nou, ik heb de hemel bestudeerd vanuit de Bijbel. Daar is geen rotzooi, daar is geen rommel, daar is geen ziekte, daar is geen zwakte, daar is geen mentale toestand, daar is geen dementie, daar is geen Alzheimer, daar is geen van die dingen. In de hemel is de rust van God, de vrede van God. En Jezus zegt tegen jou en mij, bid dat de rust van God zal zijn in je leven op aarde en dat de wil van God geschiet in je leven. Dus jij moet voor jezelf gaan zitten en de balans opmaken. Wat voor een plan heeft God met mijn leven? En als je tot de ontdekking komt dat het een mooi plan is, dan moet je jezelf de volgende vraag stellen. Is Jezus in het graf gebleven of is hij eruit gekomen? Want als hij in het graf is gebleven, kan je het hele verhaal vergeten. Maar als hij echt uit het graf is gekomen, dan kan je geloof hebben in de wil van God voor je persoonlijk leven. En je kan weten dat hij uit het graf is gekomen als je wederom geboren bent. Wie wederom geboren? Hoeveel mensen hier weten 12 miljard procent zeker dat Jezus leeft? 24 miljard procent.
100 miljard per ver. Kan ik wat geluid erbij horen? Oh, je weet het, man. Je weet het. Nou, en omdat hij uit het graf is gekomen, kan je zeker weten dat jouw vrede zijn wil is. Je kan ook weten dat hij een plan met je leven heeft. En je kan ook weten dat hij dat plan wil uitvoeren. Maar weet wel dit, dat er ook een duivel is die jou in zijn plan wil laten geloven. En jij moet de keus maken van, ik weiger. Sommige dingen moet je weigeren hoor. Ik weiger het plan van de duivel en van de boze te geloven voor mijn leven. Ik geloof in de geloofsrust. Ik geloof ongeacht wat me omringt, ongeacht wat, hoe moeilijk die wereld is. Er is een levende God die groot genoeg is om wat het ook is mij er doorheen te brengen. En dat is wat geloofsrust gaat geven. Geef jij een glorie, man.